Hoi allemaal, wij zijn de familie Groen ook wel, de familievloggers of de groentjes. Ja. En welkom in deze nieuwe vlog. Zo, het is vandaag zaterdag 14 december. En wij gaan zoiets leuks doen. Hier hebben we echt al heel lang eigenlijk een beetje best wel naar uitgekeken. Sorry, we hebben allebei een schmink in onze mond, maar wij zijn onderweg naar Utrecht. Daar komen ook mijn ouders naartoe, mijn zusjes met hun vrienden en oom Job. Vriendjes, en mijn broer natuurlijk, oom Joppie. En wij gaan allemaal gezellige dingen doen vandaag. En dat is het eigenlijk een soort ter ere van, een soort afscheidsfeestje, hoe je het ook wil noemen. Omdat mijn ouders na 35 jaar pleegouder er zijn geweest te zijn, zijn ze daarmee gestopt. Mijn ouders hebben zo'n ruim 70 pleegkinderen afgelopen 35 jaar opgevangen. We hebben het in alle vormen van pleegzorg aan mijn ouders had gedaan. Van weekendpleegzorg tot langdurig. Ja, Meertje. Ze deed het al, ik ben de oudste dus van 4 kinderen. En ze deed het dus al voordat ik geboren werd, hadden zij al de eerste pleegkinderen. En er zijn vaak kinderen die door wat voor omstandigheden ook een poos of voor een geruime langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. Dat kan in een kleine korte kies zijn, dat de ouders bijvoorbeeld ziek zijn of mishandeling tot van alles en nog wat. Dus wij gaan een soort afscheid nemen van dat leven. En dat doen we door vandaag een middag door te brengen bij de kartfabriek in Utrecht. Daar gaan we eerst een prison escape room of prison island doen. Een soort escape room, daar kunnen we natuurlijk niet filmen. Want dat zou natuurlijk niet leuk zijn voor degene die er naartoe willen. We zullen wel achteraf even vertellen hoe het is geweest. En of we daar natuurlijk de meeste punten hebben gescoord of zoiets. Ja, we gaan natuurlijk voor de winst. Dat is logisch. Ik heb wel gezien dat het net iets anders is dan anders. Het is wel een soort escape room, maar het zijn allemaal kleinere opdrachten. Je moet zoveel mogelijk punten behalen. Gewoon te ontsnappen of zoiets. Daarna gaan we karten. Ja. En dat hebben we in een eeuwigheid niet gedaan. Nou, volgens mij hebben we het ooit nog met... De laser game hebben we nog wel een aantal keer gedaan, maar... Karten dacht ik ook. Maar goed, het is in ieder geval zo lang geleden dat we het eigenlijk dus niet meer weten. Dat komt wel een beetje meer, ja. We hebben onze GoPro meegenomen, dus we hopen dat we daar ook wat vette beelden van kunnen schieten. Myrthe is ook mee, zoals jullie kunnen horen. Hé, Myrtje? Nou kan Myrthe natuurlijk niet karten of meedoen aan de prison escape, maar we hebben natuurlijk een hele lieve fijne familie die daar natuurlijk ook allemaal weer dingen voor bedacht hebben, althans bijna een soort roostertje. Ik heb al gezegd, desnoods doe ik hiermee niet mee of dat niet mee, maar mijn moeder gaat waarschijnlijk sowieso niet karten, of misschien de prison escape doen, een van die dingen, volgens mij niet karten, omdat het gewoon lastig is met haar knie. En volgens mij ging vriend van Eva, Leendert, ging dan bij de prison escape weer te passen, omdat hij al eerder gedaan heeft, zoiets als het. Dus voor nu gaan we zien hoe het verder van de dag gaat brengen. Zo, wij hebben net prison island gedaan. Ja. Echt superleuk, het is echt de moeite waard om naartoe te gaan. We zijn er bijna nog een tweede keer, maar dan kom je toch niet uit, dus we gaan een keer proberen. Dus het is echt heel cool. Kijk, ze zijn hier even de scores allemaal aan het vergelijken. Myrthe is lief geweest. Myrthe is heel lief geweest. Hi Myrthe. Beetje moe. Zij mag zo meteen ook iets heel leuks doen. Ja. Ik zie jullie vanzelf wel. Nou, dan gaat Myrthe. Oké. Even snel naar binnen.
klopt. Zijn we in een restaurant geweest? En wat heb jij gedaan? Ging jij karten? Hey. Vond je dat leuk? Ja, wel leuk. Ja, deed hij het wel goed? Deed Lene het goed dan? Ja. De laatste bocht was het dan. Wel iets op. Je meet een mango store. Zo, het is vandaag woensdag. Ik bedacht me net dat we eigenlijk een beetje weinig gefilmd hadden. Alleen natuurlijk wat we de afgelopen zaterdag hadden. We waren gisteren met iets opnemen begonnen, maar het was zo donker. Dus dan nu maar even voordat we de vlog online zetten. Dus deze week loopt het, het schema net een beetje anders dan gepland. Ik denk dat we dus vandaag deze vlog online zetten en in plaats van zaterdag misschien zondag een vlog online zetten. Ja, we moeten even kijken. Maar ja, waar we gisteren eigenlijk over hadden, is dat wij soort van ontdekten dat het gisteren precies 7 jaar geleden is dat Myrthe voor het eerst in het ziekenhuis kwam. Ja, klopt. Ja, dat is altijd wel een beetje een, hoe noem je dat? Zo'n herinnering of zo. Dat blijf je, dat vergeet je niet. Ja, maar ook wel weer een mooie herinnering dat het feit dat ze er is vandaag. Zeker, en daar heb ik ook, had ik ook een Facebook post over gezet. Dat het zo bijzonder is hoe heftig het eigenlijk die periode is geweest. Maar als we nu staan, echt van een heel zielig, het zei ik van een klein ondervoed en doodongelukkig meisje is het nu naar een lange, gezonde en vrolijke meid gegaan eigenlijk. Dus we wilden dat toch heel even nog met jullie delen van dat Myrthe dus dat het voor ons altijd zo'n herinnering is en dat je soms dan even vergeet waar je mee bezig bent, zeker als zo'n herinnering komt, maar we zien wat we nu allemaal doen en bereikt hebben. Is dat best wat. En wat jullie misschien ook al gehoord hebben is dat er dus in januari een nieuwe wet komt in Amerika, de COPPA-wet. Ik ga er niet te veel over vertellen, maar als je er meer over wil weten, Google even op COPPA-wet. Ja, dat gaat toch ook wel wat dingen voor ons kanaal helaas betekenen. Ja, helaas wel. Wij, omdat Myrthe in onze films vlogs voorkomt, zijn wij genoodzaakt om onze vlogs op gemaakt voor kinderen te zetten. Omdat we dus een kind filmen. Ja. Is de doelgroep speciaal voor kinderen? Nee, onze doelgroep is voor iedereen. Het gaat wel consequenties hebben. Jullie kunnen niet meer gaan reageren op onze vlogs. Wel op onze social media kanalen. En jullie kunnen wel altijd gewoon mailen. Als je iets wilt delen of iets vertellen of iets over de vlog kwijt wil. We gaan proberen ook meer via onze eigen website te communiceren. Ja. Misschien ook daar video's op, maar daar moeten jullie moet maar even kijken. Goed, linken via de website. Ja, precies. In de gaten houden. Kijk of je via die kant kan aanmelden en dat je dan een mail krijgt als er iets nieuws geplaatst is. Ja. Maar dan moeten we nog even goed naar kijken. We hebben ook echt geen keus. Want nee. Doen we dat niet, riskeren we hele hoge boetes. Van $45.000. Nou, dat is bijna €50.000 of zo. Dus ja. Het is echt flink balen. We willen doorgaan. Dus het enige wat we kunnen doen is gewoon doorgaan. Kijken of het uiteindelijk misschien hopelijk meevalt. En anders kijken of we op andere manieren jullie kunnen laten zien hoe ons leven gaat. Ja, maar voor nu, we gaan gewoon door met vloggen. Dat willen we even duidelijk hebben. Dat zeker weten. Het kanaal gaat wel dus op alleen geschikt voor kinderen. Ik weet ook niet hoe het om zit. Ik heb ook namelijk begrepen dat je dus alleen maar met een kinderaccount, of als je een account hebt voor kinderen, dat je ook dan alleen maar onze vlogs kan zien, heb ik weer ergens anders gelezen. Dus hoe het dan precies zit, het is heel warrig en ingewikkeld allemaal. Dus hou het in de gaten. We proberen jullie ook ermee mee te nemen wanneer het zover is. Ja. En dat wilde ik voor nu nog even kwijt. Liken, deel, abonneer op ons kanaal, nu het nog kan. Zeker, geen idee hoe dat gaat bij als de nieuwe versie al eens ingaat.
hoe dat zit met abonneren of wat dan ook. Mm. Dus doe dat alsjeblieft. Als jullie het leuk vinden dat we binnenkort weer eens een livestream gaan maken. Ja, via Instagram, hè? Ja. Dan, laat het even weten. Laat het even weten. Dan gaan we eens even kijken wanneer een mooi moment is. En dan gaan we het ook tijdig aankondigen. Zodat veel van jullie ook dat live moment niet hoeven te missen. Precies. Nou, voor nu zeggen we nog een fijne avond als je deze nog vanavond kijkt. En ons een fijne dag. En zien we tot snel. Doei! Doei.